als je kleine kinderen hebt, dan zeg je, zie je alles, ik heb een oog in mijn achterhoofd. Ja, ja, ja. Dan hebben we nog altijd wel voor de. Maar dat blijft, ja, bijna alles blijft hier. Natuurlijk heb je een beetje lakazen door je deuren en door je deuren nog wat. Maar je ziet duidelijk dat er ook, we zijn nu dik half minuut ver, hier is niet meer leefbaar. Dat gaat niet meer. Na 40 seconden hoor je de rookmelder, die gaat dan af. Mama wordt geactiveerd, papa komt van onder de douche, die gaat naar boven via de trappen halen, kindertjes halen. Knuffeltjes niet vergeten van de kinderen van de vrouwen. Huisdieren eventueel meenemen. Naast de trappen halen, maar dat is allemaal nog goed zichtbaar. Er is totaal nog geen last. Het is een klein beetje rood, maar daar kun je nog wel doorheen. Ja. Voordeur eruit, gewoon maar naar buiten. Namens de Post-Olympiaweg heet ik jullie allemaal van harte welkom op onze open dag. We starten nu met het officiële gedeelte in het kader van het 100-jarig bestaan van de brandweer Vlissingen. Dus welkom aan alle oudgedienden, veel bekende gezichten hier. Welkom aan de lokale burgemeester, clustercommandant en de manager brandweerzorg. Die zullen wat woorden met ons delen. En ik nodig graag meneer Portier, de lokale burgemeester van Vlissingen, uit. In het dagelijks leven ben ik onder andere wethouder voor het sociaal domein. En u begrijpt dat ik daardoor nauw betrokken ben bij alles wat met vrijwilligerswerk in de gemeente Vlissingen te maken heeft. En dat ook een warm hart toedraag. Vrijwilligers verbinden onze maatschappij. En zonder vrijwilligers kunnen wij niet. De tijden zijn veranderd. Het is erg belangrijk dat we de vrijwilligers koesteren. Vrijwilligerswerk bestaat natuurlijk in vele vormen. En jullie, als vrijwillige brandweer, zijn het toppunt van vrijwilligers. Jullie staan altijd paraat om medemensen in nood te helpen. Bij nacht en ontij. Jullie gebruiken je vrije tijd om te leren, te trainen, op te leiden, te oefenen. En dat is nooit klaar. Jullie blijven je ontwikkelen om de nieuwste hulpverleningstechnieken toe te kunnen passen en met de modernste middelen om te kunnen gaan. Jullie accepteren die enorme verantwoordelijkheid om gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Jullie vormen met elkaar een hechte familie waar jullie op kunnen vertrouwen en die letterlijk voor elkaar door het vuur gaan. Jullie steunen mensen die het nodig hebben. Soms zijn dat slachtoffers en soms ook jullie collega's. Jullie zijn onze helden. 100 jaar brandweer Vlissingen, dat is niet niks. En jullie hebben door corona ook lang moeten wachten om het te kunnen vieren. Maar vandaag is het moment daar en vieren jullie feest door te delen. Door iedereen hier welkom te heten. Door iedereen te laten zien wat jullie doen en te laten ervaren wat jullie doen. En wellicht levert deze dag jullie nieuwe brandweermensen op. Want dat hoop ik toch wel. Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden om brandweerman of brandweervrouw te kunnen worden. Dat zou een mooie bonus zijn vandaag. In die 100 jaar is jullie werk natuurlijk veel, veel veranderd. Maar ook de organisatie veranderde. Naar een stadsgewestelijke brandweer en later naar de veiligheidsregio Zeeland. Waarvan vandaag ook de directeur en de clustercommandant aanwezig zijn. De huisvesting ging ook met de tijd mee. Bij de oprichting van de vrijwillige brandweer heette het geen kazerne, maar er waren spuithuizen in de stad. Waar twee motorspuiten en een bagagewagen waren. Die waren daar gestald. Daarna is ze verhuisd naar de Van Dishoekstraat. Daar is gebouwd, hersteld, uitgebreid en vergroot. Ik hoor regelmatig zeggen dat mensen het zonde vinden. Zonde dat die kazerne is gesloopt. En 18 jaar geleden vond de verhuizing naar de Olympiaweg plaats. Daar waar we nu zijn. Dat is het mooie aan jullie werk.
Het blijft zich ontwikkelen. En in de loop der jaren is er ook steeds meer de stap gemaakt van repressie naar preventie. Rookmelders zijn nu bijvoorbeeld niet meer weg te denken. Steeds met in het achterhoofd het redden van levens en het voorkomen van leed. In die 100 jaar zijn er heel veel inzetten geweest. Er hebben ontzettend veel mensen zich ingezet om Vlissingen en haar inwoners veilig te houden. Het is mooi om te zien dat er vandaag ook oud-leden van de brandweer aanwezig zijn om dit jubileum te vieren. Ongetwijfeld hebben jullie vandaag al mooie herinneringen opgehaald. En waarschijnlijk zijn er ook inzetten geweest die iedereen zich nog kan herinneren. En ook dat hoort bij jullie werk. En kan en mag als brandweerfamilie met elkaar gedeeld worden. Ook na 100 jaar blijven jullie vernieuwen. Afgelopen woensdag is de eerste wijkbrandweerman in Zeeland aan ons voorgesteld. En ook aan Zeeland voorgesteld, Leo de Jonge. Voor velen van jullie een bekende. Voor mij was het de eerste keer dat ik kennis met deze man maakte. Een bijzondere ontmoeting. Iemand met veel ervaring, die eigenlijk al met pensioen is, maar terugkomt in de oude binnenstad van Vlissingen. Om te werken aan brandveiligheid. Beste mensen, dit is een prachtig voorbeeld van hoe betrokken en toegewijd jullie als brandweer zijn. En ik kan oprecht, en dat meen ik serieus, namens de gemeente Vlissingen hier zeggen dat we ontzettend trots op jullie zijn. Dank voor jullie inzet, dank voor jullie betrokkenheid, dank voor jullie families die jullie dit mooie werk laten doen en dank voor deze mooie dag. Dank u wel, meneer Portier. Super. We staan voor een grote opgave, dat geloof ik ook. Met name, ik had het net al over met loco-burgemeester Portier. Vrijwilligheid staat onder druk. En dat geloof ik ook echt. Als je ziet wat we de afgelopen jaren gewoon met deze vrijwilligers doen, dat is echt noemenswaardig. Hoe dat naar de toekomst toe gaat, heb ik al gezegd, weet ik niet. We zijn wel afhankelijk van de vele mensen die geïnteresseerd zijn in dit brandweervak. Ik hoop dat er vandaag, zoals de loco ook al aangaf, een aantal mensen bij zijn gekomen. Vanmorgen stonden er een aantal prachtige kleine gastjes hier bij de jeugdbrandweer. En dan denk ik, ja, dat is onze toekomst. Ik hoop dat we daarop kunnen investeren om deze jongens bij ons brandweer te houden. Om op die manier ook de vrijwilligers, en zeker het aantal vrijwilligers, op peil te houden. Ga zo door. Ik zie ze hier van voren staan, jeugdbrandweer. Top dat jullie investeren in deze brandweer. Dat je dit vak uitoefenen. Dat je met wedstrijden meedoet en op die manier ook als het ware door willen groeien naar de grote brandweer. Ik wil afsluiten zo meteen met een cadeau. Maar net werd ik ook even gesouffleerd van, joh, wat doe je nu om met als zo'n 100-jarig bestaan, zo'n rijke historie, als het ware deze dag gedacht wordt. Top, dankjewel. Namens Brandweer Zeeland, een aandenken ter herinnering aan dit 100-jarig bestaan van Brandweer Post Vlissingen, Olympiaweg van Dissingstraat, de samenwerking daarin. Geef het een mooi plekje, zodat iedereen die als het ware straks binnenkomt kan zien dat jullie op die manier 100 jaar al bestaan. Dankjewel. Ah, what?